Maar allemaal goed? Ja, ja, zeker. Ja, zie ik er zo goed uit? Ja, zeker. Hé hey jongens, zullen wij die make-up video gaan maken? Oh, wat leuk. Dan gaan wij een nieuwe video maken over Fortnite. Goed idee, want er is net een nieuwe skin in de item shop. Ja, en er is ook een nieuwe game mode, toch? Ja, duh! Na schooltijd komen regelmatig een aantal leerlingen bij elkaar om video's te maken voor een populaire YouTube-kanaal. We moeten echt een keer een video maken die heel uniek is. Ja, ik heb misschien wel een idee dat ik daar niet eerder op gekomen. We zouden natuurlijk een slijmvideo kunnen maken. Oh, ja, supergoed idee. Ik zat even te kijken en het is al heel lang geleden dat er een slijmvideo is geüpload. Ja, 39. Bedoel je weken? 39 weken geleden? Nee, al 39 minuten geleden. Wow! Dat vonden ze wel lang geleden. Dus aan de slag! De groep splitste zich op en ging in 3 teams video's maken voor hun YouTube-kanaal. Is iedereen er klaar voor? Ja! Ja! Oké, 3, 2, 1. Hoi beauties, welkom bij deze video. Goed dat jullie kijken, want vandaag gaan we de nieuwe lipstick aan laten zien. Tessa, laat hem even zien. Kijk, hij is super cool, super nieuw en heeft super cool rood kleurtje. Ik ga hem direct uittesten. Dit is echt super cool, hè jongens? Wow, super cool. Zijn jullie klaar? Ja, volgens mij hebben we al alles. Kunnen we beginnen? Jongens, dan ga ik hem nu aanzetten. Welkom bij deze nieuwe vlog over slijm. Deze keer gaan we weer een nieuw slijm maken met glitters en kleurstof. En wat hebben we allemaal nodig? Scheerschuim, lijm, lensvloeistof, kleurstof en glitters. Dan gaan we nu aan de slag. Welke kleur? Blauw. Super cool toch? Kunnen jullie laten zien wat het slijm geworden is? Tada! Hey gamers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Fortnite video. Vandaag gaan we nieuwe skins laten zien en een nieuwe game mode. Nou, het zijn erg mooie skins die niet al te duur zijn. Ze zijn maar 1200 V-Bucks. En ze vallen ook niet echt op. Ze hebben niet heel veel pushpassen aan alle kanten. Dus je hebt gewoon een voordeel. De nieuwe game mode bestaat uit 30 tegen 30. En dan moet je dansen bij bepaalde soort plekken. En dan kun je elkaar killen. Dus dat moet je vooral blijven spelen. En natuurlijk doen we ook altijd een Fortnite dansje op het eind van de video. Thanks dat jullie hebben gekeken. En wat moeten jullie nog zeggen? Doe een duimpje omhoog en abonneer hieronder. Het YouTube-kanaal was super populair en er kwamen veel leuke reacties binnen. Dat was echt een goede tip van die skin. Ik ga ze even bedanken. Oh, wat een leuke slijmvideo en wat mooi slijm. Ze maken echt zo leuke video's. De YouTubers hielden alle reacties goed bij. Camilla 123 die heeft al neergezet dat ze lipstick had besteld. En Stoeltje 123 vindt ons super knap. Oh, is ze echt zo geweldig? Ja! Ja! Als de camera aan staat om een YouTube-video te maken, doen ze alsof ze super zelfverzekerd zijn. Als de camera uitstaat, durven sommigen ook wel hun twijfels uit te spreken. Maar kunnen we niet beter een keer wat anders doen? Want we doen altijd slijm in make-up of Fortnite. Ja, maar wat wil je dan doen? Nou, misschien ja, gewoon een keer iets anders, want het is gewoon de hele tijd hetzelfde. Maar is het wel echt leuk wat we doen? Vinden dat mensen echt leuk? Je hebt natuurlijk wel gelijk, want er zijn wel heel veel make-up video's. Ja, er zijn ook al heel veel Fortnite video's en zo. Ja, maar wat kunnen we nou doen wat echt nieuw is? Ja, dat was best een moeilijke vraag. Ja, daar moeten we maar eens over nadenken. Ja, maar misschien wordt het morgen wel anders. Maar wat is er morgen dan? Weet je dat niet meer? Morgen gaan we de hele dag onze dag laten bepalen door kijkers. Oh ja, hoe kan ik dat nou vergeten? Misschien hebben ze nog wel nieuwe ideeën voor onze video's die we kunnen maken. Ja, ik ben benieuwd.
De volgende dag gingen de YouTubers kijken welke vragen ze hadden binnengekregen van hun kijkers. Zouden jullie het dansje van Fortnite de Vlos willen doen? Ja, dit is echt leuk! Ja, we vinden jullie video's altijd heel nep en een beetje overdreven. Doe die maar weg. Volgende. Kunnen jullie misschien iets anders doen als, van iets, als de stomme challenge? Hoi, wij zijn een fanclub van jullie kanaal. En wij zijn heel erg fan van jullie filmpjes. Alleen, we willen een keer wat anders. Daarom heeft Madelief een vraag. Binnenkort heb ik een spreekbeurt over kinderrechten. En hebben jullie nog tips wat ik kan vertellen? Het zijn eigenlijk best wel goede vragen. Vinden jullie ook niet? Ja. Ah, misschien hebben ze ook wel gelijk. We moeten denk ik meer onszelf zijn. Misschien moeten we het eigenlijk een keer ergens anders over hebben. Oké, dan maken we onze volgende video over kinderrechten. En de andere over de opwarming van de aarde. Ja! Goed idee! Ja, echt een mooi idee. Maar jongens, ik vind het eigenlijk wel zo'n goed idee om geen video over Fortnite te maken. Ik vind het best wel jammer, maar dit is ook belangrijk. Er is niks fijner om een video te maken waar je echt jezelf kan zijn. Nou jongens, ik ga aan, is dat goed? Ja, is goed. Ja. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag hebben we het over de kinderrechten. En zoals jullie weten zijn kinderrechten echt super. Maar dit is maar een klein video. Wat? Kinderrechten. Nee, niks aan. Probeer die anders eens. Kinderrechten? Wat is dit dan? Nog een keer. Nee, andere. Stamp. Ah, die gaat over kinderrechten. Ja, ik vind het heel saai. Het is altijd wel heel interessant, want je kunt er wel van leren. Ik ben het helemaal met je eens. Nou, ik vind het eigenlijk ook best wel interessant, want er zijn al zoveel slijmvideo's. Artikel 28, recht op onderwijs. Artikel 27, recht op onderdak. Artikel 12, kinderen mogen hun eigen mening hebben. Artikel 19, bescherming tegen kindermishandeling. Artikel 38, bescherming voor kinderen bij oorlog. Nou, nu weten jullie in ieder geval welke kinderrechten er allemaal zijn. En volgende week gaan we nog dieper in op één kinderrecht. Wow, die video was best leuk. Ik zit wel een leuke reactie neer. Eigenlijk vind ik een make-up video veel leuker hoor. Ja, ik ook. Maar dit is ook wel leuk hoor. Toch best wel leerzaam, die video voor kinderrechten. Ik ga ze even bedanken voor de leuke video. Zichzelf meer laten zien en meer unieke video's maken had wel wat gevolgen voor hun YouTube-kanaal. Ik merk nu wel dat we minder likes hebben. En veel minder views. Ja, maar maken we nu wel video's waar we helemaal achter staan? Ja, dat is waar. Nou, ik heb net een nieuwe lipstick. Dit is Dat komt net goed uit. Ik heb net een nieuwe lipstick van X-Max. En het is een... Oké, 3, 2, 1. Hoi! Scheerschuim. Lijm. Lenzenvloeistof. Kleurstof. Zullen we even kijken hoe vaak ons video al bekeken? Een bloffertje 1, 2, 3 die zegt... En Blofvisje 123, die vinden ons video heel fantastisch. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van... Dat vind ik fout. Daar gaan we nieuwe skins laten zien en game mode. Dat is goed. En ze vallen ook niet echt op. Ze hebben niet heel veel poespassen aan alle kanten. Dus je hebt gewoon een voordeel. Hey, wij willen... Dit is... Wat? Ik vind het eigenlijk best wel cool wat we voor video gaan maken. Ik vind het eigenlijk best wel cool. De video. Kom jongens, laten we even gaan kijken. Voor ons is dat wel heel gewoon, maar en voor kinderen. Ja, maar de opwarming van de... Artikel 19. Bescherming bij kinderen met oorlog. Nee. Artikel 22, bij hulp van kinderen die gaan vluchten. Dat was fout, hè? Artikel 22, bij hulp die... Artikel 22, bij hulp die kinderen moeten vluchten. Ik zeg ook weer die! Ja, is die nodig. Die moet je Oh, die moet weg! Ja! Oh,
Artikel 22. Kinderen die... Maar ik weet het niet meer. Artikel 22. Hulp bij kinderen die moeten vluchten. Je zei vluchten. Zijn vruchten? Ja!